Welkom op een nieuwe aflevering van Find the Creator. Hallo, ik ben Find the Creator en welkom op mijn kanaal. En zoals je ziet staan wij in een lege Find the Creator studio's. En hoe komt het nou dat deze studio leeg is? Wel, ik heb de afgelopen weken, maanden gewerkt aan het afsluiten van dit hoofdstuk. Vandaag 6 oktober 2018 is precies 2 jaar geleden dat ik op zolder in mijn eigen home, eigen huis, ben overvallen door een heftige maagbloeding. As we speak, 2 jaar geleden was ik op dit moment heel erg hard aan het vechten om zo weinig bloed te verliezen en in leven te blijven. Dit ongeval heeft ontzettend veel impact op me gehad. Ik lag voor het eerst in het ziekenhuis. Nog nooit eerder weggevallen. Nog nooit eerder flauwgevallen. Het is het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. 2 jaar geleden. En nou ventileer ik niet heel veel hiervan. Wat deze trauma met me gedaan heeft op mijn kanaal. En het heeft eigenlijk een hele goede reden. Wanneer ik onder deze zieke omstandigheid waar ik mee moet leven, al 2 jaar, de energie heb om snel die camera te kunnen pakken, om content te kunnen maken voor mijn kanaal, dan doe ik dat. Het is echt bij Gods gratie dat ik op sommige momenten van de dag de energie heb om content te maken, een leuke sketch en video, en dat online te gooien. Sterker nog, het is 1 jaar geleden, 2 jaar geleden, dat ik met het oog op herstel en iets me moet geven om op te kunnen focussen, want werk is het momenteel niet. Ja, laat me dit YouTube ding maar gaan doen wat ik al jaren al in de planning had. Nee, het was eigenlijk mijn ziektebed, de dood in ogen te hebben gezien, was de laatste stap die ik nodig had om te zeggen, weet je wat, ik wil dit eigenlijk al zoveel jaren doen, sinds ik klein ben. Dus zodoende maak ik mijn content op mijn kanaal. Maar ik doe het met een beperkte energie. Een heel erg beperkte energie. Dus dankjewel voor de steun die jullie me tot nu toe hebben gegeven. Maar we gaan dit hoofdstuk afronden. Waarom? Ik kan dit gewoon niet langer meer opbrengen qua energie. Dus we gaan weer lekker zoals eigenlijk iedereen het in deze coronacrisis heeft gedaan. Weer werken vanuit huis. De grootste YouTubers doen het eigenlijk ook weer gewoon vanuit huis. En dat ga ik eigenlijk ook zelf doen. Ik kan dit niet meer aan. Maar het moment dat ik weer in beweging kom en weer ga uitbreiden en hopelijk gaan groeien in een ruimte zoals deze. Want de ambitie was om te groeien in de ruimte. Hè? Verdien het nog niet, ik weet het. Maar de ambitie was om dit te gaan groeien, om samen te werken met jonge content creators ook. Ik heb een heel werkboek wat ik uitwerk. Met ideeën, sketches, concepten. En heel veel daarvan zouden hier hebben plaatsgevonden. Maar ja, maart vorig jaar, toen liep het nog. En daarna viel het eigenlijk stil. En zoals we onder de huidige maatregelen gezien dat we voorlopig nog niet klaar zijn met corona, kan ik het me qua energie gewoon niet opbrengen. Ik ben heel erg ziek. Heel geestelijk ziek. Dit is het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. En dan hoef ik niet te spreken dat ik mijn moeder op jonge leeftijd heb meegemaakt. Dus, we nemen een stapje terug om een stapje vooruit te kunnen doen. Ik zie dat inmiddels iemand binnen wilt komen. Dus we gaan de video ook afsluiten. Ik wil je bedanken voor je steun. Ik groei naar 2000 abonnees op mijn kanaal voor het einde van het jaar. En het zal geweldig zijn als je me kan steunen daarmee. Bedankt voor het kijken. Find the Creator signing off out of his own studio. Maar ik zie je weer in de woonkamer. Bye bye.